Goed, Jan is niet meer met Jolante, maar Jolante is nu met Wesley. Ja, nou ja, afgelopen zaterdagnacht om 4 uur in een parkeergarage in Amsterdam, we zeggen niet welke het precies is, zijn ze gefilmd door een beveiligingscamera. Gisteravond kregen we daar een tip over binnen en we hebben die beelden over kunnen nemen van dat bedrijf. En laten we even kijken, want we zien zo meteen een dame met een witte jas, dat is Jolante en Wesley, hoe ze erin gingen eruit, gingen tenminste die garage. Kijk, hier zie je ze vrolijk naar binnen wandelen. Dan zie je ook duidelijk dat ze nou. Het zijn. Ja, in het begin was dat. Je had ook sneller moeten kijken. Oh. Kijk, en dan hier zie je de wagen die wegrijdt. Die wagen hebben wij vandaag dus even opgezocht. Het nummerbord was duidelijk herkenbaar, maar het maakt die natuurlijk onherkenbaar. Maar het is inderdaad de wagen van Jan, die we eerder ook een keer gefilmd hebben met hetzelfde nummerbord. Grote laadruimte. En hier rijden ze dan de parkeergarage uit. Nou, dat denk je, nou, daar is allemaal niks aan de hand. Want er keurig nog eventjes het kaartje erin. Maar wat daartussen gebeurde, daar gaat het om. Je hebt daar straks laten zien dat ze kijken of er een camera in de buurt is of niet. Zij dachten van niets, maar die camera was er wel. We kijken naar de beelden. Hier komen ze aanlopen. Het is een leuke avond geweest. Feest van Angela van Hult, hè. Voorheen mevrouw Kluivert was er geweest. Ze zijn daarna nog naar de Bubbels geweest, een disco. En het was goed bevallen. Maar het is niet helemaal een tijdstip dat je bij een voetballer verwacht, hè? 4 uur 's nachts. Nou, dat weet ik niet. Die score kan ook altijd. Wel, ja, score kan altijd. Nou, hier zie je inderdaad dat de opstelling klopt. Maar weten we zeker dat dit Jan, of dat dit Wesley en ja, dat weten wij zijn. Absoluut zeker. En dat komt ook omdat je natuurlijk daarvoor duidelijk naar die camera's hebt zien kijken, naar boven. Kijk, hier zie je het ook nog een keer. Er wordt een beetje rond. Kijk, hier zie je er kijken. En Wesley ook. Ja. Het is wel duidelijk herkenbaar. Nee, inderdaad, er is geen camera. Nou, je bent dus nergens meer veilig, hè, eigenlijk. Oh. Nou, wat ik denk dat hier meegespeeld is, dit is niet zo'n openbare parkeerplaats. Ik denk echt dat ze zich hier heel, heel veilig gevoeld hebben. En die mannen in dat hokje achter die monitoren, die zaten die zich had natuurlijk de avond helemaal van zijn leven te verkneukelen. Ja, die dacht, wat een prachtige wedstrijd, dacht Maar voor de duidelijkheid, zij is op dat moment dus vrijgezel. En hij ook. Maar officieel voor ons nog niet, klopt. Dus maar laten we dat nou even helder maken. Nee, dat is toch het wel is duidelijk, niet zo. Het is niet zo dat ik heb het al eerder gezegd, zijn jonge mensen. Ja. Iedereen moet gewoon lekker doen wat hij wil. Het enige moeilijke is dat ze eigenlijk natuurlijk mooi Jan en Jolante naar buiten hadden willen brengen. Van luister, er is iets, de beelden gaan ondertussen gewoon door. Het was een lange zoen. Ja, maar hier zien we weinig van thuis, denk ik. Maar moeten we hier nog naar kijken of niet? Ja. Ja, oké. Okay. Dus dat is duidelijk. Het was voor ons was het nog niet duidelijk dat ze vrijgezel waren. Nee, ze naar buiten willen brengen, maar dat er wordt dus gesproken over een drama. Maar misschien is het dat helemaal niet. Dat vinden ze het allebei best en gaat ieder zijns weegs. Klopt, maar het bijzondere waarom het wel een drama is, is gewoon, ja, dat klinkt een beetje leuk, maar voor fans. Mensen hebben heel erg met Jan. We krijgen nu mails binnen van mensen die schrijven van, ja, en Jan en Jolante, en ik was zo dol op ze. En wat vervelend dat dit gebeurd is. Nou, het is goed dat jij dat aangeeft, jongens. Het is geen drama. Het zijn jonge mensen die allebei ook weer hun liefde vinden in ieder geval. En nou, op dit moment in Volendam wordt er nog steeds gepost door de hele pers. Daar hebben we het eerder over gehad. Ja, jongens, neem nog één keer afscheid van elkaar. We hebben één foto die we even laten zien van Edwin Smulders. Dat vanmiddag Jan in Volendam bij het huis aankwam. Dus bij zijn huis? Is vanmiddag... Bij zijn huis in Volendam, waar ze nu op dit moment allebei zijn. Dit is de dinsdag, hè, de dag dat heel Nederland getuige was van het feit dat een relatie waar we 2,5 jaar met z'n allen van genoten hebben op een niet zo prettige manier is afgelopen. Maar weten we iets over de status van de relatie tussen Jolante en Wesley nu? Is dat nou, is het een fling? Nee, want dat is, we hebben volgens mij 2 maanden, maar dat zeg ik nu uit mijn hoofd, 2 maanden geleden natuurlijk ook wel eens beelden gezien en dat ze het wel erg gezellig hadden. Dus het lijkt erop dat ze elkaar gewoon heel erg leuk vinden. Nou, maar we wachten op verdere beelden. Oké, goed. Dit is in ieder geval de dag van de RTL Boulevard. Dit is de dag waarop we hebben gezien dat Jan en Jolante uit elkaar zijn. Farrah Fawcett legt haar strijd tegen kanker vast. En dat is een mooie, indrukwekkende documentaire geworden. En Timor van So You Think You Can Dance mag dansen met Michael Jackson. Yes! Morgen zijn we er weer. Kijk voor meer informatie op rtlboulevard.nl. Ik zeg nog een prettige avond.